Ik ben Bart. Leuk dat je kijkt naar alweer de derde aflevering in deze YouTube-serie over engineeren op afstand. De vorige keer hebben we het gehad over hoe je nou prototypes maakt, samen met klanten, maar toch op afstand. Nou, natuurlijk moet je met die prototypes ook wat doen. Je moet ze naar een klant brengen, sturen. Normaal gaan we even mee, maar we kunnen niet mee, want ja, hè? We werken thuis. Dus hoe ga je daar nou mee om? Bij Vesto hebben we een aantal manieren gevonden om dat te doen. Menno is iemand, een collega van mij, die daar ontzettend veel ervaring mee heeft. Dus dan gaan we eens vragen hoe die daarmee omgaat. Maar waarschijnlijk hebben jullie zelf ook tips en tricks. Nou, als je die nou in de comments wil zetten, dan kunnen we daar allemaal wat van leren. Dus laten we even overgaan naar Menno. Hey Menno. Hey Bart. Hoe gaat het daar? Ja, gaat goed. Hier. Ja. Niks te klagen met jou? Ja, ook goed. Mooi. Lekker thuis aan het werk? Heerlijk. Ja, het zou ook wel anders zijn nu, de communicatie met klanten en zo. Ja, dat is wel totaal anders inderdaad. Ja. Ook eerder werd er al vaak gekozen voor, met een klant die op afstand zit, koos je al vaak om een Teams of Skype meeting op te zetten. Maar ja, nu is ook de fysieke meeting er niet meer natuurlijk. Dat is wel toch wel even anders. Ja, inderdaad. En wat is je gevoel daarbij? Is dat positief of negatief? Ja, het heeft goede en slechte kanten, denk ik. Ja, je ziet wel, de drempel om een meeting te houden is een stuk lager geworden. Dus je ziet toch, ja, zeker met klanten die of in het oosten of het zuiden van het land zitten, zet je gewoon veel sneller een meeting op dan je eerder deed. Met collega's, bijvoorbeeld in ons hoofdkantoor in Duitsland, merk je eigenlijk geen verschil. Die sprak je toch vrijwel uitsluitend via Teams. Daarentegen met klanten die hier in de buurt zitten of net een prototype nodig hebben. Ja, dat soort projecten, ja, dat is toch, zie ik dit toch wel als een groot nadeel. En hoe ga je daar dan mee om? Is dat, je bent engineer, je maakt prototypes, dat soort dingen. Hoe communiceer je daarover met klanten? Ja, puur basis van de communicatie gaat toch vaak via Teams meetings. En wat ik probeer is in het project iets meer gestructureerd te laten verlopen. Dat je echt met een klant afspreekt van wat gaan wij opleveren. En ook van de klant vraagt van wat gaan jullie ons toeleveren om dat te kunnen doen. Dus die manier probeer ik wat structuur toe te voegen. Om alsnog hetzelfde resultaat te bereiken. Ja, en is het dan wel mogelijk om precies hetzelfde resultaat te bereiken met, als je het hebt over testen en valideren en dat soort dingen? Ja, zeker. Dat heb ik afgelopen jaar al meerdere keren gedaan. We hebben bijvoorbeeld een project waar ik nu mee bezig ben, hebben wij een prototype geleverd aan de klant. Ja, dat moest nog helemaal getest worden. Dus hebben we met de klant samen afgestemd. Hoe gaan we dat nou exact doen? Kijk, normaal gesproken zou je zeggen, wij doen in onze productielocatie gaan wij het product al doortesten voor zover wij dat kunnen. Daarna komen we een dagje aan de klant toe om in de machine in werking te zien. In dit geval hebben we dat dan goed met de klant afgestemd. Wij doen nu de test in onze productiefabriek. Dan met de klant afgestemd wat wij verwachten van hun qua test in de productie. Want wij hebben die data gekregen van de klant. En ook weer data naar de klant toegestuurd. En op die manier hebben we toch het resultaat bereikt van het prototype werkte. Ja, nou, dat is goed om te horen. En heb je dan naast Teams nog andere tools of communicatiemiddelen en zo waarmee je die samenwerking zo goed mogelijk kan maken? Ja, wat we de laatste tijd hebben, bijvoorbeeld hier bij Vesto in het Experience Center, hebben wij een aantal routers geïnstalleerd op onze kenniswanden. En daarmee kunnen wij een klant, gewoon een externe klant, kunnen wij toegang geven tot dit stukje van het Vesto-netwerk. Dus tot die specifieke muur. Waardoor een klant dus live mee kan kijken wat wij aan het doen zijn. Ja, in dat geval, dat werkt dan met name goed voor de software engineers onder ons. Die daarmee de klant kunnen begeleiden. Maar ook bijvoorbeeld de andere kant op hebben we dat wel eens gedaan. Waarbij een klant ons product wilde installeren in de machine. En wij daar mee geholpen hebben via in dat geval een Teamsverbinding. En ook daar heb je vaak met iets van Teamviewer mogelijkheden om te verbinden met de klant. En als het nou niet goed gaat, hè, zo'n test, dus normaal neem je het prototype dan gewoon weer mee naar huis. Maar hoe ga je daar nu mee om? Ja, in dit geval, je merkt toch altijd wel enige vertraging daarin. Dat we gewoon op afstand van elkaar zitten, maar wij proberen dat zo snel mogelijk op te lossen. Onder andere, we hebben hier ons Prototype Center in Nederland. Nou, daar hebben wij de stelling, als er iets kapot gaat, willen wij binnen 48 uur een nieuw prototype kunnen leveren. En in de meeste gevallen kunnen wij dat ook. Oké, dat klinkt goed. En kan je nou ook zeggen dat door de situatie waarin we nu zitten, dat deze hele manier van werken een beetje in de stroomversnelling is gekomen? Dus dat er ook positieve dingen aan zitten? Ja, voor het testen, valideren, prototypes, niet echt eigenlijk. Nou, daar hadden toch wel toegevoegde waarden om de machine van de klant ook echt te zien. Nou, puur voor de engineeringsfase denk ik dat toch de uitgebreidere en laagdrempelige communicatie, dat dat toch wel echt meehelpt. Wij hebben als Vesto een aantal stappen die wij willen zetten voordat het project klaar is. En de klant heeft zijn eigen stappen. En ja, ik merkte voorheen dat het eigenlijk nauwelijks met elkaar gedeeld werd.
En dat merk ik het afgelopen jaar is dat toch wel een stuk meer geworden. Ja, Menno, bedankt dat je dit soort dingen even met ons wilt delen. Graag gedaan. En ik hoop dat onze klanten en alle andere mensen die kijken er ook iets aan hebben. Ik hoop het. Nou, ik zou niet langer storen. Gaan we lekker aan het werk? Ga ik doen. Hey, dankjewel. Spreek je later weer. Ja, interessant hoor. Menno zegt eigenlijk dat er dus gewoon meer transparantie is gekomen in projectmanagement door engineer op afstand. Zouden er nog meer voordelen zijn aan het werk op afstand die we op het eerste gezicht niet zouden zien? Daar gaan we het volgende week over hebben. Ben je nou benieuwd naar het volgende filmpje? Abonneer dan even op ons kanaal en klik dat belletje aan zodat je zeker weet dat je hem niet mist. En als je het filmpje dan ook nog liked, is het helemaal leuk. Tot de volgende keer. Bijvoorbeeld als wij iets adviseren naar de klant toe, dan kan de klant direct een 3D-ontwerp uit de systemen halen.